Hallo, ik ben Dirk Schoofs. Ik wil u een programma tonen dat in twee opzichten een beetje vreemd is. Het gaat om het programma Mouse Wrangler. Wanneer je het geïnstalleerd hebt, ga je zien dat het blijkbaar niet werkt als je het vanuit de startknop probeert te openen. Er gebeurt niks. Dat komt omdat je het programma moet aansturen vanuit het systeemvak. Ten tweede is het een programma dat muisbewegingen registreert en die het dan interpreteert als een soort opdrachten. Wel, laten we het eerst eens bekijken in het systeemvak. Dit is het icoontje om Mouse Wrangler te starten. Je activeert het door met de rechtermuisknop op te klikken. Het eerste wat we gaan doen is een beweging laten registreren. Edit Gestures. We kiezen voor New Gesture. Ik wil het programma opstarten wanneer ik met muisaanwijzer in drie richtingen beweeg. Omhoog, omlaag en rechts bijvoorbeeld. Ik klik op Next, want nu moet ik nog aangeven wat er dient te gebeuren. Ik wil niet dat er een single keystroke of een toetsencombinatie wordt ingedrukt. Nee, ik wil een bepaald programma opstarten. Welk programma? Wel, ik ga voor het programma Mixtrax. Oké. Een uitstekende player overigens. Next, en dan krijg ik de samenvatting. Mouse Wrangler zegt dat wanneer ik up, down en right doe met mijn muisaanwijzer, dan zal het programma Mixtrax geopend worden. Finish. Even kijken wat dat geeft. Nog dit, die beweging doe je met de rechtermuisknop ingedrukt. Dus up, down, en je ziet de pijltjes ook verschijnen, right. Daar is Mixtrax. Player wordt automatisch geopend. Natuurlijk ben je snel uitgezongen wanneer je alleen maar omhoog, omlaag, links, rechts kunt kiezen. Dus is Mouse Wrangler erop voorzien dat je ook de diagonalen kunt gebruiken. Oefen eerst met de vier richtingen en dan kun je ook de diagonalen gebruiken. Dat bestuur je via Configure en dan hier vink je het gebruik van de diagonalen aan. Als je nu een nieuwe opdracht ingeeft, met de gesture, zul je zien dat je extra knoppen hebt om de diagonalen aan te sturen. Nog dit, Mouse Wrangler beschikt over een gesture, scratchpad, waarmee je dus heel snel ook de bewegingen kunt ingeven van het programma dat je wil starten. Veel plezier met je eigen opdrachten die je op deze manier ingeeft. Tot ziens!